Ik hoop dat ze dat stuk van u heeft meegekregen. Hallo guys! Hi! We gaan iets mega mega leuk doen. We zijn op weg naar de AVA om daar een keer te zien ja, wat voor doopsuikers, doopsuiker dingetjes, ideetjes we gaan, gaan doen hè, ja, voor onze baby. En vooral wat inspiratie opdoen. We hebben wel al wat ideeën. Hè? Ja, we hebben al wel een aantal ideeën, maar we zijn er zo nog niet goed uit wat dat we nog wat dat we allemaal willen doen exact. We willen ook zo geen traditionele doopsuiker. Nee. Zo, niet gewoon zo 7 verschillende zakjes met alleen suikerboten. We willen zo leuke dingen, maar iets daarvoor anders. Heb je inspiratie nodig. En wij zijn zelf niet de meest creatieve mensen. Allee, ik wel een beetje zo, maar ik zijn ook niet zo. Nee, wat dus ja. Let's give it a go. Auto vol promomateriaal. Ja, niet letten op de dozen. Nee. Veel keuze. Keuzestress. Ja, mooi. Dus, we hebben heel wat geschoven, verschoven in de babykamer en dingetjes al een beetje anders gezet. De grote kast staat nu hier. Voilà. Hier gaan we waarschijnlijk het bedje zetten. Waarschijnlijk, dat weten we nog niet helemaal zeker. De luiertafel hebben we verplaatst naast de verwarming, want iemand vertelde ons dat dat heel goed zou zijn, omdat het dan lekker warm is voor de baby. En dan is dat aangenamer om verschoond te worden. En de dressoir hebben we nu hier gezet. Dus dit is onze tijdelijke indeling momenteel. Lijkt wel ruimer. Moet nog wel veel gebeuren. Moet ook nog wel geschilderd worden. En dat moet ook nog allemaal weggewerkt worden, want daar hingen schabben hiervoor. Maar ja, dan zien jullie dat het al beter opgeruimd is. En dat er toch al iets properder uitziet. Wat zijn jullie eigenlijk allemaal aan het doen? Dit heb ik gedaan en daar is het. Die muur daar is fucking lelijk. Is waar. Geduld. Maar dat is al 7 jaar aan het drogen en dat is nog steeds lelijk. Dat is letterlijk 40 minuten aan het drogen. Dat is niet waar. Die daar is echt online. Ik ben er juist nog eens boven gegaan. En dan, als dat blijft lelijk, dan valt er nog iets op. Ja, er is toch nog genoeg verf? Ja, ja. Kun je wel een blok nog schilderen dan je wil. Goed, we hebben nog een paar leuke pakketjes voor de baby aangekregen. 3. Finally. Yes, we hebben, op eentje hebben wij super, super lang al gewacht. Dat is echt al 6, 7 weken of zo geleden ja, dat we dat besteld hebben. En ze zeiden dat dat sowieso max 6 weken ging duren.
En dat is uiteindelijk zo 8 weken geweest, dus ik kijk er keihard naar uit. Maar het is oké, want het is er. Dus we dachten, we laten jullie dat ook zien, wat we besteld hebben. Het zit in een grote doos. Be careful. Oh, kijk, mooi. Dus, wij hadden bij de Baby's Corner een parkinlegger en parkomrander besteld. Want we wouden heel graag dat in een specifieke kleur. En dat hadden ze niet, waar dat we onze lijst hebben liggen en zo. En we vonden dat ook nergens, maar daar wel. In de kleur die we graag wilden. Dus het is tof dat effectief de juiste kleur is. Jawel, jawel, jawel. It's pretty. Maar ik denk het echt wel. Ja, kijk. It's perfect. Kijk hoe mooi. Yes, dat is echt de kleur die we graag wouden. Filo, heel blij. Dit is trouwens van Le Rêve d'Anaïs, dat we dat uiteindelijk gevonden hebben. Ja, en we hebben mooi. Ja, mooi hè. Mooi gezicht. En we hebben dat toen ook met korting kunnen bestellen trouwens. En dan hebben we ook nog de park. Legger. Zelfde kleur. Yes. Bom, bom, bom. Kijk hoe mooi. Oh, it's so soft. Ja, dit is echt wel super, super mooi. Voilà. Tot april slaap ik ermee. Oké, dan hebben we ook nog een pakketje van Kruidvat. Niet zo excited, maar langs de andere kant toch wel. Want dat zijn de eerste pampers voor onze baby. Want Kruidvat deed een actie dat het 4 pakken voor 25 euro was of zo. Dus hebben wij 2 verschillende soorten. En wat is dat? Ja, dat is voor mij. Ik mag toch ook iets bestellen, of niet? Wat vang ik met jou aan? Dus ik heb al 2 verschillende soorten pampers besteld in maatje 1. Dat is 2 tot 5 kilo. Dus wij weten nog niet welke pampers goed zijn. Welke luiers goed zijn of niet. Dus we gaan sowieso nog even kijken wat onze baby graag heeft. En 2 tot 5 kilo, wij denken dat het een kleine baby zal worden. Uit ons getwee kan er geen 4 kilo of zo komen, denk ik. En pampers, als we dat horen van andere ouders, heb je daar best wel wat van nodig. Dus als we dat ook een beetje kunnen verspreiden, de aankoop daarvan, dan is dat ook top dat we dat niet allemaal in één keer voor een bak moeten kopen. Ah, ja, ik ben nog iets vergeten. Lippenbalsem. Ah, blistex. Yes. Wow. Beste ever. Kapotte lippen. En dan... H&M. Ook nog een pakketje van H&M, dat heb ik met Cyber Monday besteld. Want dan deden die 60% korting op bepaalde artikelen. Dus ja, couldn't resist. En anders wel hoor. En wat heb ik allemaal besteld? Ik heb enerzijds voor mij een wimperkruller, want de mijne was toe aan vervanging. En voor mij? Ik heb dat toch niet nodig. Nee, wat is er voor mij? Ah, niks. Oh, god, de kut. Dan had ik voor mij ook een zwangerschapssportlegging besteld. Ja, we zullen zien of dat een goeie is of niet. Oh my god. Allee. Pak het. En dan heb ik ook nog een paar baby outfitjes. You're besteld. Out of this world. Nee. Ik heb eerst en vooral... Oh, that's cute. Kijk hoe schattig. Dit leuke setje besteld. Heel, heel schattig. Ik heb dat voor 5 of 6 euro besteld, omdat dat zo in korting was. Dus dat is ideaal. Het is een lichte stof, maatje 62 al, dat we ook al iets in de iets grotere maatjes hebben. En dan heb ik ook deze nog besteld. Heel mooie kleuren, al zeg ik het echt zelf. Echt voor de winter ook. En voor de herfst, die kleuren. Nee, gewoon mooie kleuren, want ons kind wordt in april geboren. Nee, maar voor dan in de herfst, in de winter te dragen. Ja, dan gaat hij er niet meer in geraken, hè, in de herfst en in de winter. En 56. Ah, nee, dat is waar. Die zal waarschijnlijk maatje 50 hebben als hij geboren wordt. Dat denk jij. Of maatje 46, kan ook, waarschijnlijk. Dus, misschien moet je eens laten zien, maar het is... It's pretty. Ja, dat is een setje met 2 leggingetjes in het lichtroze. En, ik bedoel, 1 legging en topje in het lichtroze en 1 in deze kleur. Mooi. Ja, op beeld ziet het er niet helemaal dezelfde kleur uit. Maar echt een super, super mooie. En dit is wel in maatje 56, dat ze ook daar natuurlijk een paar dingetjes in heeft. Very good job, babe. Ja, hè? Leuke dingetjes, hè? Jij bent echt een kortingshopper. Yep, absoluut. Zonder korting is het ook een shopper, dus...
zijn nu 22, bijna 23 weekjes morgen, hè, zwanger. 23. Dus dat wil zeggen nog max 17, ik kan goed tellen. 17. Dat is zotte, 17 weken. Ja, dat is echt gek. Maart lijkt, april lijkt nog ver, maar 17 weken lijkt dicht. Ja, hè? Dat is echt veel minder dan we al gedaan hebben. En ik ben eergisteren gestart met de kamer te schilderen. En er is één muur die niet goed dekt. Dus goed dat we op tijd zijn begonnen. Yep. Goed dat we dat soort dingen niet uitstellen, inderdaad. Wat zegt de app? De app zegt dat de baby nu ongeveer 500 gram weegt. Dat is een grootste pot geprepareerd in de GB. Zij maakt in de komende weken een grote groeispurt door. Zoals wij. Ja. We hebben dat deel geskipt. Ja, ik denk het ook. Het danshaar op het lichaam van je kleintje wordt donkerder en ook de huid krijgt wat pigment. De botten en organen zijn nog steeds zichtbaar door de huid heen, maar doordat er nog steeds vet wordt gevormd, wordt dit al snel minder. Vetjes. Ja, nu gaat ze beginnen bijkomen, hè, normaal. Oh ja, hopelijk. Ja. 500 gram is wel weinig. Heb je eigenlijk last van rugpijn? Veel? Nee, hè? Nee, nog niet. Alhoewel mijn buik wel echt heel veel naar voren staat. Ja, en ook heel laag. En redelijk laag zit, heb ik eigenlijk daar nog niet veel last van. Wat staat er bij partnerinfo? Naarmate ze meer zwangerschapskilo's aankomt, verschuift het zwaartepunt van je partner langzaam naar voren. En dat kan ook bij haar onderrug naar voren trekken. Oh, okay. Probeer een vlindermassage. Voilà, probeer een vlindermassage. En dan staat er uitgelegd hoe je dat moet doen. Dus deze week ging het voor Andres over mij masseren. Dus dat is ook goed. Hoe groot is de baby nu? Met wat kun je het vergelijken? Met een koolraap. Zo groot als een koolraap, zo zwaar als een voetbal. En de baby hoort mijn hart kloppen. Een voetbal? Ja. Dat is toch wel... 27 à 28 centimeter nu. Dat is groot eigenlijk. Dat is een meetlat, hè? Dat is echt groot. Wow. Zit aan je buik. Zo. Oké, waarschijnlijk krijg je op dit punt in de zwangerschap harde buiken. Je spieren trekken zich samen ter voorbereiding op de bevalling. Uw apps? Ja, ik denk niet dat het al gebeurd is, maar ja, geen idee ook hoe dat voelt, dus we zullen wel zien. En vanaf nu kan je ook melk lekken uit je tepels. Nice. Dat zijn je borsten die zich voorbereiden op de borstvoeding. Ook nog niet gehad tot nu toe? Part of it. Ja. De grote hersenen van je baby, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het geheugen, de motorische vaardigheden en het verstandelijk vermogen, bereiden zich voor op de communicatie tussen cellen. Ja, dat ik voel dat ik ze, heel veel. Ik hoop dat ze dat stuk van u heeft meegekregen. Ja. De motorische vaardigheden. Voilà. Nice, I love it. Het is een update over de zwangerschap momenteel. En meer info over hoe het verdere schilderen en indelen van de kinderkamer, de babykamer, verloopt. Dat zullen jullie in een van de volgende video's wel zien. Yes, sowieso. Komt helemaal goed, vroeg of laat. Yes. Voilà, we gaan de video hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke video om naar te kijken. En zien wij jullie terug in de volgende. Bye.